30 supporters wachten deze ochtend rond 10:30 op de spelers van Feyenoord. Het is namelijk de enige openbare training van deze week. Maar helaas, rond 10:00 besluit de club dat ook de uitlooptraining besloten is. Ja, niks hè. Mooi waardeloos. Helaas, ze komen niet. Ik vind het heel erg jammer. Ik vind, ja, heel erg een beetje kinderachtig, maar goed, ja, het is normaal. Kijk, op het moment dat ze dus een keer wat is, dan doen ze gelijk het hek dicht. Absurd. Jammer. Ja, ja. Heel jammer. Want we waren al heel vroeg en ik heb studiedag en wij dachten vandaag kan het, maar dan is het ineens besloten dat het niet kan. Ja, je zou juist zeggen, nu moet je juist je supporters toch een beetje toelaten, dat ze je een beetje steunen na zo'n nederlaag. De volksclub Feyenoord denkt er anders over. Alleen de spelers die gisteren niet in actie kwamen, melden zich op het trainingsveld. Inclusief Eljiro Elia, die woensdag tegen Go Ahead Eagles in elk geval weer minuten kan maken. Ondertussen gaat Rick Karsdorp naar het ziekenhuis voor een MRI-scan en trainen Terrence Kongolo en Bilal Bassa-Sikoglu apart. Veel blessures dus, maar dat maakt het vertrouwen in het kampioenschap niet kleiner. Ik heb echt goede hoop op woensdag en ik heb nog steeds volledig vertrouwen in het kampioenschap. Dat absoluut, sowieso. Ik blijf volhouden, ja. Ja, absoluut. 14 Michael Singel, hè? Ja, niet eerder. Ja, tuurlijk. Nee. Er is nog niks verloren. Ik snap niet dat iedereen zijn eigen druk maakt over het ene trainen. Je staat nog 3 punten voor, plus 10 bonuspunten. Nou, laten we nog afwachten. 6 wedstrijden, 3 thuis. Dat zijn al 9 punten. Nou, Ajax moet ook nog allemaal alles zien te winnen. Nou, en dan gun ik het PSV nog meer als bij wijze van spreken op de tweede plaats halen. Want kampioen word je sowieso. Daar blijf ik gewoon van uitgaan. Alleen, het was gewoon slecht. Punt.